de eerste Vlaai van dit jaar. En we zijn in Sterksel, want hier zijn weer een paar mensen heel actief. En die verdienen wel lekkers bij de koffie. Dus we gaan kijken. Heel ontvangstcomité. Goedemorgen. Wie gaan we dadelijk verrassen? Alle vrijwilligers en medewerkers van de Osterdrijvers. Zijn er veel? Ik heb flauw idee. Ja, dus. Ja, heel veel. Kom. Best lang geleden dat mensen zo blij waren om mij te zien. Wist? Ja, nou gaat beter als gisteren. Of was vanmorgen, denk ik. Nee, gisteren. Nou gaat het wel even een stukje beter. Maar jullie zijn een clubje vrijwilligers waar hier iedere keer heel actief is met de carnaval. Wat houdt jullie zo de afgelopen weekenden bezig? De drank, denk ik. Waar zorgen jullie voor? Want gisteravond is er een artiestenavond geweest, of pompraatavond? Ja, stond worden we al gehad, vanavond de tweede. En jullie zorgen dat het netjes ingericht is? Ja, dat hebben we al klaar. Dus ook al opgeruimd? Alles opgeruimd en vooral het netjes over vanavond. Was het een ossenstal? Een ossenstal, ja. Maar dus, omdat jullie allemaal zoveel tijd hier besteden, zoveel liefde en aandacht voor de ossendrijvers, hebben wij aanmelding binnengekregen. En daarom is de Vlaai van de Maand gedoneerd door Hees24 en Bakkerij Verder voor jullie. Voor de zekerheid gaan we kijken of er iets in zit. Dat vergeten we even, maar het zou maar kunnen. Het zou een ludieke carnavalsactie zijn. Wat voor vlaai hebben we? Ik ga even kijken, want volgens mij nog niet. Oh, een heerlijke hazelnootvlaai. Oh, lekker! We hebben de eerste artiestenavond al achter de rug, of tompraatavond hebben jullie. Wat is er zo mooi aan die Sterkselse tompraatavonden? Een beetje de heikneuterigheid. Gewoon op zijn janboeren fluitjes. En doe maar gewoon en dat lukt wel inderdaad. Uitgebreide variatie met artiesten, van wel binnen dorp en buiten dorp. Maar worden we vermaakt met alleen maar tompraters of ook muziek of dans? Een mix. We hebben een dansgroep inderdaad. We hebben Marijn van Weerdenburg, onze jongste tonprater hier in Sterksel op dit moment. De regio denk ik inderdaad, 12 jaar volgens mij als ik het goed zeg. Nou, die geweldig gewoon en die bijt hier het spits af, nou echt petje af. En ja, we hebben dan inderdaad de danser bij, we hebben muziek, slagwerk, jeugdslagwerk, draagt ook ieder jaar een steentje bij. Dus voor ieder wat wils? Ieder wat wils. Buitendorpse tonpraters en ja. Sinds gisteren ook ik zelf ook een keer geprobeerd, inderdaad. En? Ja, was spannend, maar wel keileuk. Hoe verloopt het tot nu toe? Nou, het ging hartstikke goed. Maar heel het seizoen zo, want hou ze maar eens onder controle, vier dames. Nee, ik geef mij over en ze regelen het wel, hè. En wat is dan jouw leus voor de carnaval? Na 33 jaar eindelijk een veer. We gaan met z'n allen carnavallen. Met een veer! Hey. Hey, la, 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 la. Alleen met jou, dansen de hele dag.